Donderdag 27 januari en de leerlingen van basisschool De Spijker in Sint-Kruisbrugge weten geen blijf met hun enthousiasme. En gelijk hebben ze, want ze mogen vandaag met de enige echte spelersbus van Club Brugge naar het Jan Breydelstadion. Daar zullen ze deelnemen aan de aftrap van Gezond Scoort, een project van de VZW Open Stadion en Vlaams minister van Volksgezondheid Jo van Deursen. Goedemorgen jongens en meisjes, wij gaan samen iets heel bijzonders meemaken. Ik ben ook heel benieuwd, want het gaat over dingen die voor mij als minister, en ik ben bezig met gezondheid, en ik hoop dat we er een hele leuke dag van kunnen maken. De spelersbus met de extra speciale passagiers aan boord wordt aan het Jan Breydelstadion opgewacht door voorzitter Paul Jonkere, die zijn gasten meteen meeneemt naar het FCB-café voor een stevig maar gezond ontbijt. De bedoeling is dat we hier een beetje investeren in een belangrijke Vlaamse gezondheidsinstelling. Jonge mensen aanzetten om meer te bewegen en gezond te eten. En dat doen we op een manier dat we eigenlijk jonge mensen daar ook echt mee kunnen bereiken. En dus ik ben de club bijzonder dankbaar. Ik heb in een hotel ontbeten en dat heb ik gedaan zoals ik dat meestal doe. Yoghurt en een beetje fruit, dat is voor mij de basis van het ontbijt. Het leven in de politiek is zeer wisselvallig. Dus je moet een beetje kijken hoe dat je dat organiseert. En dus een combinatie van letten op het eten en af en toe ook sport doen, is denk ik de juiste manier om ermee om te gaan. Ook de spelers zijn samengekomen voor hun ontbijt. Peters van de Brugse deelname aan Gezond Scoort zijn Karel Gerards en Peter van der Heijden. Het is eigenlijk vrij simpel. Ik maak altijd de vergelijking van laat mij benzine in een auto doen en iemand anders frituurolie. Ik wil maar zeggen, hetgeen dat je nodig hebt, is het goede, is het juiste. En het juiste is gewoonweg gezonde voeding, zeker van 's morgens vroeg al daarmee starten. Onze Peet is zelf vader van twee kinderen. Ook zij eten gezond, maar af en toe eens zeuren, dat moet kunnen. De boog kan ook niet altijd gespannen staan. In die zin, als iets graag lust, dat niet gezond is, moet dat ook wel kunnen. Maar ik kan er wel echt op toezien dat voor 90% wat zij binnenkrijgen, dat gezond is, dat ik weet dat het gezond is voor hen. Na het ontbijt trekken de scholieren naar buiten, waar die andere Peter, Karel Gerards, nog een gouden tip heeft voor de kinderen. Mijn ouders vroeger hebben mij altijd heel veel aangedrongen om goed te ontbijten 's morgens. En ik zou zeggen, allemaal goed luisteren naar jullie ouders, goed ontbijten en op een dag zullen jullie misschien ook voor deze mooie ploeg mogen voetballen. De leerlingen van De Spijker mogen nog een gezondheidscontract in ontvangst nemen en voegen dan maar meteen de daad bij deze wijze woorden. Alsjeblieft. En doe zo voort. I like them moving, moving. I like them moving, moving. I like them moving, moving. We like to move. Genoeg opgewarmd, nu mogen de leerlingen het op het veld bewijzen. Ik vind het een formidabel iets, want u weet ook, voetbal spreekt aan bij de moderne jeugd. En als ze via dit kanaal toegang zouden kunnen vinden tot de interesse en leefwereld van de kinderen en hen zo kunnen stimuleren tot allerhande gezondheidsprojecten, dan denk ik dat de club hier bij deze enorm weer scoort.